Hey, en welkom. Leuk dat je er bent. De Baard en ik zijn terug samen in Roeveen bij de nieuwe winkel hier. Wauw, nieuwe winkel. En je kan hier niet eens shoppen. Je kan wel kleding halen, maar ik kan hier gewoon geen andere dingen doen. Het is echt sad. Maar leuk dat jullie allemaal zijn. Welkom bij de video. We gaan vandaag... Ik heb echt geen idee wat we vandaag gaan doen. Ik weet niet met wie ik op stap ga. Ik weet niet wat ik ga doen. Ik zie dat hier een fiets staat en die is nu van mij. Dankjewel, fiets. Nee, maar gewoon leuk dat jullie er allemaal zijn. Dat komt eigenlijk echt wel toch altijd op neer. Wat ben jij aan het doen? En waarom liggen hier zoveel camera's? Meneer? Ja, hallo! Hoi! Hey, ouwe lullo, lapswans! Ouwe taart, hoe is het met jou? Ouwe taart, ja, wel goed, hoe is het met jou? We hebben net een vliegles gekregen. Jullie hebben een vliegles? Van wie? Van Toos. Hey, wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn bij het ziekenhuis, ik ben net geopereerd aan mijn hoofdwond. Aan je hoofdwond? Ja, de laatste keer dat ik jou heb gezien heb, lag je in de graf. Dat kan niet. Toen lag je in de graf, de laatste keer dat ik jou heb gezien. Wat, levend of dood? Ja, dat weet ik dus niet. Volgens mij was je dood. Oh, daar zijn ze. Daar zou je ze hebben. Hallo? Oh! Waarom ren je nou voor mijn auto, joh? Ja, waarom ga je maar? Ja, ik kan echt niet rijden, man. Stop, rustig aan. Hé, hey, joh, rustig. Toos, waar is je broek? Ja, sorry. En je hebt een baard. Ja, die groeit ineens. Ik merk het, die groeit, hè? Voor mij ook, hè? Nee, die van jou niet. Jij hebt geen baardgroei. Ik heb toch ook een baard? Gerard, ja, maar wat is dat? Dat kan je niet eens baard noemen. Op zo'n leeftijd nog geen goede baardgroei. Jij blijft nog steeds kal. Ja, het groeit al op je kin, maar niet op je hoofd. Nee, ik heb de ziekte van Hedel. Hedel? Geen haar op je schedel. Hij was dood, hè, de vorige keer. Ja, de laatste keer dat ik hem heb gesproken lag je in een graf. We hadden nog een leuk fotootje gemaakt, weet je nog? Ja, die vond ik erg mooi. Ik heb leef! Hallo! Kent u dat verhaal, meneer? Waarom noem je meneer ook echt? Ja, ik ken u toch niet? Hoezo ken je mij niet? Weet ik toch niet? Ja, wat heb je nou... Je hebt toch altijd een mooi outfitje aan en dan ben je zo'n zakelijke lapswans. Meneer! Oh, wacht. Waarom noem je mij ook al meneer? Hij vertelde mij dat jij een bedrijf hebt opgestart. Ja, ik heb een smoothiebedrijf. Ja, en weet je waarvoor dat ik dat niet geloof? Nou? Want de vorige keer had je me helemaal belaagd met je rot, Willem. Vorige keer heeft mij deze man me heel erg bedreigd. Echt waar? Ja, hij zei... Heb ik jou bedreigd? Jij doet rare dingen, je hebt helemaal geen smoothiebedrijf. Ik heb wel een smoothiebedrijf. Met smoothiebedrijf, met guns en wapens en er zijn toch geen wapens, joh? Waar zie jij wapens? Dat zijn blenders, Gerard. Ik wou het zeggen. Ja. Oh ja, een diamant. Wat zie je eruit, Toos? Ja, jij bent Wat zie ik er raar uit? Ja, gewoon, je mist je haar of zo. Toos, je lijkt een heel ander persoon. Te komen. Nee, Toos, nee, mijn bril net op de grond. Heb jij die diamant al gejat, hè? Welke diamant? Ja, weet ik veel wie jou belde, maar je had hem op luidspreker zetten. En toen zei je zo, oh, is het al gelukt? Ja, we zijn net even gaan kijken voor die diamant die we gaan stelen. Ja, we hebben het over een geheim recept. We gaan van onze concurrenten een geheim recept stelen. Nou, dat heet de diamant. Die ligt zich helemaal eronder uit. Ik wil wel zo'n smoothietje proeven eigenlijk. Wil jij zo'n smoothie proeven? Ja. Oké, wacht, kom maar mee. Kom maar, we stappen allebei maar in. Toos niet doen. Toos, je gaat dood. Nee! Toos, ik zei het. Ik zei het je, Toos. Wat nou? Dat is het kinderslot, Gerard. Dat is een kinderslot voor jou, dat je niet per ongeluk uitstapt of zo. Ja, smoesjes. Hallo. Gerard, wil je ook werken bij het smoothiebedrijf? Ja, en waar is die man met dat wapen? Welk wapen? Ja, die man die je was. Die met dat ik heb geen wapen. Ik heb hier alleen achter een mes liggen voor het fruit. Zo! Dit is voor het fruit, dat we het fruit kunnen aansnijden. Ja, maar waar is die man met dat groene pakje en met die wapen? Er is geen man met een groen pakje op het moment hier. Willen jullie een smoothie? Toos, wil je vergietig worden? Wat voor smaken heb je, meneer? Toos. Ik heb meerdere smaken. Wat jij mag zelf kiezen, hè? Noem een smaak en we hebben hem. Paracetamol. Noem een andere smaak en we hebben hem. Zetpil. Nee, een smaak. Ik wil schoenzool die in de hondenpoep heeft gestaan. Oké, die hebben we wel, wacht. Kijk, hier, één smoothie voor jou. Hoe moet ik die pakken? Toos, steek je hand uit, lauwe lul. Kijk, ik doe het wel even voor je. Steek je hand uit, zo. Ja. Oh, zo. En dan heb je hem. Hier. Wil je er ook een, Gerard? Nee. Waarom niet? Ja, omdat jij een liegbeest vindt. Ik lieg niet. En waarom had je het dan over camera's waar ze hingen? Nou, omdat we gewoon leuk willen filmen hoe onze klanten hier hun ding doen. En stel, we worden een keer weer... We zijn een keer eerder beroofd, dus we hadden het over camera's. Dus we moeten dus even de goede posities hangen voor stel, we worden een keer beroofd. Dat wij gewoon goede camera's hebben. Nee, jongens, als jullie me niet geloven, dan hebben jullie pech. Thuis geloof jij hem? Ja, natuurlijk. Wat is hier nou verkeerd aan, Gerard? Ja, ik snap ook niet waarom Gerard zo verdacht is hierover. Dat maakt niet uit. Omdat ik de rest van het verhaal ook een beetje weet. Jij weet maar... niks, ander. Er is geen nee, ander ik verhaal. Weet helemaal niks. Nee, er is joh. Geen ander verhaal. Waarom ging dat telefoon? Waarom gooi je mijn stoel nou om? Ja, nou, kijk, dit is waarom we camera's neer gaan zetten. Gerard! Gerard, stop! Gerard! Gerard! Gerard!
Stop. Oh, Gerard. Gerard, stop nou. Hier, stoppen. En Toast is lekker aan het genieten van zijn drankje. Ja, dan heb je vergif weer gestopt. Ik heb daar geen vergif in gestopt. Ja, gaat de taal, Toast, je ziet er zo raar uit. Ja, ik kan nou graag uit. Nou, een baard en je bent kaal. Je lijkt niet eens een Toast. Ja, maar die baard, daar kan ik niks aan doen. Scheren. Mag ik rijden? Nee, oh. Oké, je mag rijden. Ja, hoi. Toast, stap in. Doei, Toast. Nee. Oh. Nee, dat is sneu. Toast, stap je in. Toast, stap in. Toast, kom op. Toast, stap nog in. Hou op. Doe nou niet zo vervelend. Gaat het, Toast? Toast. Oh, wie rij je nou? Jezus, man. Wat draai je nou? Oh, dat meen je niet. Hey, meneer! Wat ben je mee bezig? Oh, dat meen je niet. Dat is Edward Jongens de Riddler. Gerard, wat doe je nou? Wat een idioot, maar fijne dag, kom, we gaan weer. Oh. Hey, maar Marcus, die smoothie, zit daar echt niks vreemds in. Ik voel me een beetje licht in mijn hoofd worden. Nee, er zit helemaal niks vreemds in. Hey, Gerard. Hoi, hier bent u. De volgende keer dat jij het echt maar aanrijdt. Ik ben hier maar van die smoothie. Ik voel me toch een beetje. Je hebt zo'n groene outfit aan. Ik wist het. Jullie zijn weg. Toos gaat het. Wegrijd. Skin je weg. De eerstvolgende keer dat jij nog een keertje tegen mij aanbotst. Ja. Dan gooi krijg ik je voor jou een taart en een mooie kaartje erbij. En een ballon. Oh. Toos, jij gaat. Dat had je niet moeten doen. Toos, ik zou weggaan als ik jou was. Toos. Toos, ik zou nu, als ik jou was, weggaan. Gerard, waarom deed je dat? Waarom deed je die smoothie blender? Ik deed dat. Wie deed dat? Ik, maar ik heb die niet aan. Ik voel een beetje een grimmig smeertje, Marcus, ik wil je weg. Ja, wacht maar even, ga maar even in de auto zitten. Gerard, ga jij ook maar even in de auto zitten? Nee, deze man moet nog even praten. Tot snel, Gerard. Ja, ren maar snel weg. Mietje, daar komt Toos, we gaan weer. Oh, zo kunnen jullie niet doen tegen... Oh, hij verdwijnt ook echt in de mist. Laat mij maar rijden, Gerard. Nee, Gerard. Nee, stap uit. Hij is verdwenen, Toos, kom. Stap in. Gerard, wat heb je nou gedaan? Ja, die man die maakt smoothies. Is dat de concurrent? Nee, die was ook bij dat, bij dat bedrijf van hem. Jongens, oppassen met wie je aanrijdt en wie je zomaar een last hoezo? Lapsand snoept. Hoezo? Wat dan? Nou, oh, ik ben geflitst. Nou, je moet gewoon oppassen wie je lapsand snoept in deze stad, hoezo? Jongens. Nou, als je de verkeerde lapsand noemt, dan heb je een probleem. Ik heb toch geen probleem? Je zag toch dat hij een waterpistool in zijn hand had? Ja, nou, nee. Dan maakt hij me lekker nat. Interesseert nou, mij toch dat niet? Is een waterpistool wat zeg maar door je hoofd heen gaat. En niet op je hoofd. Is dat zo'n harde straal? Ja, het is een hele harde straal. Dus pas op. Ik denk dat het niet zo slim is wat je hebt gedaan, Gerard. Ik denk ook niet dat het zo slim is. Ik bel anders wel even de politie, Bjorn. Nee, bel maar niet. Ik ga even met iemand bellen, even snel. Ja, ik ga ook even met iemand bellen. Oh, maar als je niet de politie ik, belt. Niet. Nou, we gaan heel even met Edward bellen hierover. Hey. sorry voor net. Weet niet precies. Ze zeggen met oudheid komt wijsheid, maar dat lijkt niet het geval bij uw... Nee, dat is zeker niet het geval bij die twee. Ik ben ook zelf gelijk weer achter het stuur gestapt. Ik wou even mijn excuses aanbieden voor wat daar gebeurd was. Geen probleem. Zo, eerst komen we nu deze kant op. Maar dan houden we het daarbij. Dag. Oh, ik heb mijn excuses aangeboden aan hem, namens mij, voor jullie. En het zit goed. Het zit goed. Ja, jij hebt hem ook nog knijterhard aangereden, Toos. Ja, dat was Gerard. Nee, dat was jij. Dat is het allemaal. Wat is hier gaande dan? Heb je Willem met Edward? Dan alleen maar dat zij standaard gelukt. Ja, drie keer van de snelweg gelukt. Oh, surveer. Ik ga een ander outfit aan doen. Hey, Toos. Ja, die grijze. Hey, Marcus, die man met die bolle hoed liep met Willem die kant op trouwens. Ja. Welke kant op? Die kant op. Daarheen. Maar dat is echt al 5 of 10 minuten geleden. Ja, ik ga even kijken. Wacht, 2 seconden. Een waterpistool. Hij liep... ik laat je het wel even zien. Ja, prima. Prima. Rustig aan. Ik was hier rechtdoor over het zebrapad. Oh, rechtdoor wel. Ik heb daar linksom. En voor jou, volgens mij gingen ze daar dan toen het steegje, maar dat weet ik niet zeker. Maar waarom moet jij zo op je hoede zijn dan? Ik ben benieuwd, want het gaat om Willem. Ja, Willem is een goede vriend van jou. Ja, wat Willem allemaal uitspoken is. Met die man met de waterpistool, toch? Ja. Oh, daar komen ze aanlopen, inderdaad. Ze zijn met een rondje gelopen. Moeten we hier eigenlijk rechtdoor? Kijk hier, heb je ze. Oh ja, daar. Oh, stapt ze nou in? Yep. Oh, eigenlijk even Willem ze schaduwen. Hey, beste. Hey, Willem, wat zijn we allemaal aan het doen? We zijn met de Riddler aan het afspreken. Ja, ik zag het. Hoezo? Wat is er gaande? We zijn een test aan het uitvoeren. Een test? Of Edward normaal wordt beschouwd als een burger.
als hij rondloopt, zeg maar. Ja. En voor wie doen we die test? Voor de politie. Voor de politie. Ja, maar ik bedoel als in voor wie? Wie wilde die test doen? Edward zelf. Hij wilde zelf die test doen? Ja. Of hij beschouwd wordt als een normaal... Waar ben je nu dan? Nu rijdt Willem naast het oude HB. Naast het oude HB, oh, dan ben ik echt letterlijk naast jou ook. Ja. Volgens mij kom je nu van de brug af en rij je nu absoluut. Met... Absoluut. Ja, oké, okay, ik ben die auto tegenover je. Sterk. En lukt het zover of? Ja, het lukt. Je rijdt nog steeds met Edward nu? Ja. Oké, okay, nou top. Komt helemaal goed, beste. Als er iets is, dan laat Willem het weten. Yes, top, is goed. Tot ziens, plaats. Tot ziens. Gaan we nou, met elkaar mappen? Nee, niks aan de hand, jongens. Niks aan de hand. Nee, joh. Niks aan de hand. Wat is hier aan het doen dan? Hij was even aan het rondrijden om te checken of er nieuwe concurrenten zijn in de buurt voor smoothiebedrijven. Oh. Ja, dat snap ik wel. Nee, dat is echt zo, jongens. Ja, dat is ja. echt zo. Dus even zou checken het graag zo. Willen geloven, makers van plakkers. Maar? Kan ik niet. Hey Piet. Hoi. Ja, alles gaat goed met Willem. Ja, ik had helemaal bereikt. Eventjes gecheckt hoe het met hem ging. Hoe is het met jou? Ja, gaat wel goed, toch? Ja? Ja. Want de laatste keer dat we elkaar zagen. Een begrafenis. Ja. Is er een begrafenis? Een begrafenis is geweest. Oh, die is geweest? Oké. 9 uur, dan heb ik die gemist. Edward stond toch en die heeft een speech gedaan. Edward heeft een speech gedaan. Mm-hmm. Voor de surgeon. Die kennen elkaar ook, hè? Ja, die kennen elkaar ook inderdaad, klopt. Maar hoe is het met jou verder? Want de laatste keer dat ik je gezien had, was je boos, geïrriteerd weggereden. Ja. Maar verder wel goed nu? Ja, ik baal er nog altijd van, ja. Ja, dat snap ik. Dat snap Rijs ik gewoon door. Dat is ook niet meer of niet, een deel van de reden dat ik ben weggereden. Maar... Sorry? Dat is ook meer een deel van de reden dat ik ben weggereden, maar ja. Nee, dat snap ik. Nee, oké, okay, prima. Als er dus iets is, moet je even op de hoogte houden. En de rest natuurlijk ook. Mm-hmm. Prima, sorry dat ik er niet bij kon zijn bij de begrafenis. Het was een redelijk kleine kring. Dus. Ja, oké. Okay. Ja, zo close was ik ook niet bij Nick. Het is jammer. Nee, dat weet ik. Hey, dan spreek ik je later, Piet. Joep. Joejoe, ik word gebeld door Willem. Hey Willem! Plakkers, ja. Dringend nieuws! Wat is er? We moeten afspreken met de gang, bij het ganghuis. Bij het ganghuis? Bij het ganghuis. Het ganghuis zelf, oké. Okay. Ja, hele belangrijke informatie. Ja, oké. Okay. Ik kom er gelijk aan, mijn benzine is leeg. Ik zal even kijken of ik dit bij kan vullen en dan kom ik er gelijk aan, oké? Okay? Wacht, zijn je bij Blokmark? Ja, bij opa Toos en ja, dat ben ik. Ik stap jou aan, oké? Okay? Ik stap jou aan, rijd door. Jongens, ik spreek jullie later. Sorry opa's. Komt echt goed. Het is tijd voor smoothies. Ja, ze hebben me door, Willem. Althans, vooral Gerard, die heeft het gewoon door. Ik probeer het echt lang mogelijk goed te houden, maar... Maar, plakkers. Maar ja. Hé, wie is dit? Geen idee. Wie zit nou weer? Dit is Mootje Stoep. Mootje Stoeptegel. Helemaal niet, man. Ja, oh. Achmed Straat, hou je mond. Achmed Stoeptegel. Dit is Achmed Straat. Maat, ik ben de broer van Mootje Straat. Maar doe normaal, man. Wat ga je midden op weg staan? Ja, doe maar. Ja, kijk, zeg jij. Er geen zeg die jij. Staat. Idioot. Achmed Straattegel. Of Stoeptegel. Hou je mond, man. Idioot dat je bent. En moet je bek houden. Wie ben jij? Willem Hunt. Willem Cornelis Hunt, om precies te zijn. Oké. Okay. Maakt me niet uit, meneer. Ja, je vroeg wat het allemaal doen. Je bent een ja, raar je geval. Staat, je staat zelf midden op het fucking... Ja, je kan ook niet de auto slaan, dat lukt ook al niet. Hier, fuck jou. Ja, nu heb je een probleem. nu heb je een probleem, Willem. Staat voor een drift. Oh. Kijk hoe hij rijdt, die man. Oh, hij is wous. Oh, ja. Hij kan ook niet rijden. Hij kan helemaal niks, die stoeptegel. Ik kan alleen maar over stoeptegels rijden. Toeteren dat hij doet. Hij gaat je buik, pas op. Oh. Deze guy is helemaal loco. Nou? Wat wil je nou? Wat rijd je tegen mijn auto aan, man? Wat rijd jij tegen mijn paal aan? Ik kan zeggen, en tegen stoeptegels. Hou je mond, man. Normaal doen, man. Hoezo normaal kijk hoe je staat. We kunnen kijk hoe je staat, jongen. Jemig. Maakt niet uit, man. Gewoon normaal doen. Oké, we gaan normaal doen. Ja, normaal doen, man. Oké. Laat van mijn auto af, man. Doei, Mootje. Doei, Mootje stoeptegel. Of Achmed stoeptegel. Zo, ben ik al lang niet in dit vieze krot geweest. Ik snap al waarom ik hier nooit meer kwam. Het ziet er echt niet uit eigenlijk. Ja, jij stinkt ook, jongen. Ik heb het niet eens over stank, what the fuck. Oh, dringend. Maar wat is er gaande, Willem? Informatie. Over? Riddler. Maar wat iets hebben we... Iets nog groter. Iets nog groter dan... Nog groter dan de Riddler. Nog groter dan de Riddler? Ja, nog gevaarlijker, nog machtiger, nog krachtiger. Kijk, maar er is dus nog iets groters dan Edward. Het is nog groter. Is het iets, heeft het iets te maken met de shadow en zo? En... Nee, staat er compleet buiten. Dat staat er dus compleet buiten. Oké, prima. Willem heeft zojuist afgesproken met de Riddler na de begrafenis van de surgeon. Daarbij gaf hij nieuws. Heel belangrijk nieuws. Hij zei iets over dat iets naar Roveen kwam. Iets groots. Iets machtigs. Iets nog sterker dan hij. Sterker dan ooit tevoren. Het zal niets voor goed betekenen voor Roveen, zei hij. Black Market?
Nee, nee, nee. Nog veel machtiger. Weet je ook wat of wie? Nee, hij wist niet wie of wie wat of wie. Hij zei alleen dat er iemand aankwam. Iemand mensen die gevaarlijk zijn. Iemand, mensen. Oké. Er is vanuit Edward verteld dat er een nieuw eiland is ontdekt. Opgekocht. Door gemeente Roeveen. Dit eiland is nog niet toegankelijk. Maar zodra hij er naartoe gaat, zullen er gewapende mensen naartoe gaan. Want het is blijkbaar een vijandelijk terrein of iets dergelijks. Dan gaan wij er toch ook gewapend, hè? Nee, nee. Dan maak je geen kans. Dat is een risico dat Willem niet wil wagen. Maar gewapend als in... gewapend, SMG's, heavy, AK's, alles. Hij zijn nog machtiger. Als Edward al AK's heeft, dan weet Willem echt niet wat deze nieuwe vijand te brengen. Dan zal wel Mees met een LMG wel staan. Ja, dan hebben we Mees naar een rocket launcher. Ja, dan hebben we misschien niet genoeg in onze mond. Zelfs Edward is bang voor hun. Wat? Waarom zegt Edward dit nou echt tegen jou? Geen idee waarom. Weet Black Market hiervan? Geen idee. Heeft hij jouw hulp nodig ofzo? Of wat is het nou weer? Ga alsjeblieft andere schoenen kopen als je er buiten wandelt. Godverdomme man, Marcus. Ja, ik zei dat gisteren ook al. Ik heb hier krokodillenschoenen, jongens. Als je naar rij 40 loopt, dan heb je fatsoenlijke schoenen. Krokodillenschoenen. In ieder geval. Naar kosten, ja, daarom. Dat is mooi dit. Er is een vijand waar Riddler bang voor is. Waar wij voor moeten oppassen. Geen idee wanneer die komt. Geen idee wanneer die er zal zijn. Maar hij komt er. Ze moeten alert zijn. Is het voor jullie duidelijk? Ja. Heeft hij hulp nodig ofzo? Of waar is het kan dit niet? Als hij bang is. Hij kondigt het nu in ieder geval aan. Hij gaat het zelf ook bekijken. Maar misschien kunnen we deze vijand te vriend krijgen. Ja, maar wie is het zou een keer fijn zijn, in plaats van dat we weer een precies. Nieuwe. Als wij nou gewoon degene zijn met de grote wapens. Maar dat zien we dan nog wel. Oké. Okay. Nee, vergeet dat hij onrust zit, hè? Precies. Maar hij Edward heel bedoel vastberaden. Je? Klonk hij altijd al. Ja, maar Willem gelooft het wel, dat er iets aankomt. Iets groots. Of iemand groots. Ja. Oké. Iemand die niet blij is dat zijn eiland is opgekocht. Willem heeft ook gevraagd om toegang te krijgen tot het eiland. Maar dat zat er helaas nog niet. Nog niet. Oké. Het gaat op een gegeven moment gaat het open voor iedereen. Oké. Op een gegeven moment. Maar kunnen we kijken of we binnenkort met een boot stiekem daar richten? Hij heeft wel iets gezegd over een bootje, maar dat bootje is nu nog niet beschikbaar. Maar de tijd gaat het leren. Dit is gewoon een kwestie van afwachten. En meer informatie verkrijgen. Willem, ik rij met jou mee, oké? Er komt iets aan, Marcus. Geen idee wat. Er komt iets aan. Maar ja, echt. Willem is oprecht radeloos. Ja, we weten ook gewoon niet wat het is. Precies. Maar Edward was oprecht gewoon een beetje bangig zelfs daarvoor. Ja. Ja, jongens, dat was het weer. Helaas was ik vergeten een outro op te nemen tijdens deze video. Dus vandaar dat het even op deze manier moet. Dank jullie wel voor het kijken. Er komt iets aan. We weten nog niet wat het is. Het is een beetje spannend, dus hou zeker de video's in de gaten. Like ook even de video. We gaan voor, weet ik veel, 3000 likes. Dank jullie wel voor het kijken. Abonneer allemaal eventjes. En dus bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer. Doei!